Gegroet, krijgers! Ik ben de Mando, de Teampark Viking. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video vanuit de Efteling. En ja, we zijn hier vandaag weer een klein beetje laat, dus we hebben niet heel veel tijd vandaag. Maar we gaan natuurlijk wel proberen om weer zoveel mogelijk te zien. En ja, nu Bekker en Krummel open is, hebben we natuurlijk nog maar één bouwproject om echt in de gaten te houden. En dat is natuurlijk de wereld van Sinbad. Dus uiteraard gaan we daar ook in kijken. En we gaan het nog hebben over het spookslot, want daar gaan toch best wel rare verhalen over rond. Maar we beginnen weer met updates bij de ingang. Het bouwterrein op de parkeerplaats is ondertussen weer uitgebreid. Ze hebben weer meerdere hokjes geplaatst en er liggen nu ook hele hopen zand. En die zijn waarschijnlijk weer afkomstig van naast de ingang. Want bij de ingang voor verblijfgasten zien we dat de hele straat open ligt. Geen idee waar dit precies voor is, misschien gewoon opnieuw bestraten. Maar in ieder geval, verblijfsgasten moeten nu ook gewoon door de normale ingang naar binnen. Maar ook de normale parkgasten zullen wel merken van deze werkzaamheden. Want als je park binnenkomt, zie je meteen dat de rechterkant helemaal is afgesloten. Dus ja, voorlopig kan je even niet, als je binnenkomt, meteen richting het Efteling Theater lopen. Verder viel nog op dat er nu twee frisdrankautomaten kapot zijn op de parkeerplaats. Eentje was natuurlijk al wel langer kapot, maar ja, daar is nu dus een tweede bijgekomen. En verder viel nog op dat er allemaal witte stippen zijn verschenen net na de entree. Ik heb geen idee waar die voor zijn. Ik heb het nog nagevraagd bij het personeel, maar zelfs die wisten het niet. Dus ja, hopelijk komen we er ooit nog een keer achter waar die nou voor zijn. Nou, en na al dat ingangnieuws gaan we natuurlijk ook nog eventjes kijken bij de Eftelingen. En ja, het is een beetje een dode week. Er is niet heel veel nieuws hier in de Eftelingen. Het enige nieuwe wat we kunnen vinden zijn deze oorwarmers met berenoortjes erop. Ja, heel schattig, maar niet heel Eftelings. En deze kostte 10 euro. Nou, zoals ik al zei, we hebben deze week niet heel erg veel tijd. Dus gaan we gelijk door naar Reizenrijk, zodat we nog goed zicht hebben op de wereld van Sinbad. Daar is er wel echt iets heel erg moois aangekomen. Oké, we passen Pan meteen even aan, want ik zie net dat Symbolica op 5 minuten staat. Dus waarschijnlijk kunnen we er gewoon meteen in. Want ja, ik ben toch wel benieuwd of die Pardoes zijn ogen weer open kan doen. En ja, misschien is er nog wel meer gemaakt. Nou, en we zien er ook meteen weer. Dan zie je nu wel weer alle spatschermen hebben neergezet. Dus de hele wachtrij kan weer gewoon gebruikt worden. Ja, het blijft wel een beetje vreemd hoor, dat je hier nu in één keer door kan lopen. Kijken. Moeten deze er. Voorzichtig, het is ongelukkig. Dit is toch best wel absurd. Ik sta hier gewoon helemaal in mijn eentje. In de voorshow van Symbolica. Ja, echt heel vreemd zo, maar ik vind het prima, we kunnen doorlopen. Volgens mij ben ik echt gewoon de enige die hier binnen is, samen met personeel. Dus ik vraag me af of ik een tour mag kiezen deze keer.
Ja, als Symbolica een walk-on is, dan moet je hem natuurlijk sowieso even doen. En ik kan nu bevestigen, zelfs al ben je de enige in de attractie, zelfs dan mag je nog geen tour kiezen. Ik werd weer neergezet in de muziektour, terwijl ja, de schattentour eigenlijk toch wel mijn favoriete tour is. En daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Wat is jouw favoriete tour in Symbolica? Laat het even weten in de comments. Maar goed, nu ik toch weer in de muziektour zat, heb ik meteen weer ontdekt dat de knoppen in de scène met de muziekinstrumenten, dat die weer werkten. Ook zagen we dat de Pardoes na de Vaalwolfvis zijn ogen weer open doet. En de vlinder van de Heldentour, die doet het weer. Het enige jammer is alleen wel dat die van de muziektour nu weer kapot is. Nou, en als we in Reizenrijk aankomen, zien we dat de spatschermen bij de Gondoletta ook weer zijn geplaatst. Maar goed, we komen hier natuurlijk maar voor één ding. Dat is de wereld van Sinbad. Nou, hier bij Archipel is eigenlijk niet echt iets nieuws te zien. Het enige wat er echt opvalt is dat er nu klimtouwtjes zijn geplaatst bij de huisjes. Dat is toch wel handig voor de wat kleine kinderen, zodat ze er ook bovenop kunnen. Nou, verder ziet het er eigenlijk niet echt anders uit dan de vorige keer. Ik ga ervan uit dat het nu eigenlijk ook wel zo goed als af is. Nou, naast de waterspeelplaats zie je ook een heleboel nieuwe beplanting. Het ziet er nu nog een beetje armzalig uit, maar ja, er moet vast nog meer bij komen. En het moet natuurlijk nog groeien. Ik denk dat het er over een paar jaar echt geweldig uit gaat zien. Nou, en de plantenbak van Vogelrok ziet er ook al redelijk af uit. Dus ja, het schiet op. Maar goed, de grootste vernieuwing is natuurlijk bij Sirocco. Ik heb hem al zien staan. Ik hoop dat ik er een goed shot van kan krijgen, want het is echt super mooi. Nou, ze hebben hem heel erg afgeschermd, dus ik denk niet dat ik een beter shot kan krijgen dan dit. Maar hier staat gewoon het schip van Sinbad. En ja, moet je eens kijken hoeveel details er op dat ding zit. Echt prachtig gemaakt. Vooral die grote veer op de achterkant. Ja, dat maakt het wel echt helemaal af hoor. Ja, ik vind het echt super vet. Ik kan niet wachten totdat het open gaat. Maar ja, wanneer het open gaat, dat weten we natuurlijk nog niet. Er wordt gezegd rond de kerst, maar ja, we zullen het zien. Nou, en als we hier toch zijn, kunnen we meteen even kijken bij de Carnival Festival. Want ook hier zijn weer spatschermen geplaatst. Of, nou ja, bouwhekken. Jee. Nou, ik ben echt weer veel te lang blijven staan bij de wereld van Sinbad. Ik kwam wel achter een leuk detail, wat de veer op de boot van Sinbad, die beweegt. Maar ja, we moeten een beetje opschieten, want het is alweer 4 uur. De Efteling gaat over een uurtje weer dicht. Dus ja, we slaan Marenrijk en Ruigrijk deze week even over. En we gaan naar Anderrijk. Nou, het begint ondertussen al een klein beetje donker te worden, maar dat is wel zo toepasselijk, want we moeten het toch even hebben over het spookslot. Er gaan natuurlijk een hele hoop geruchten rond over de Efteling. En ja, meestal bespreek ik die niet op dit kanaal, maar er is één gerucht dat nu zo sterk is dat we het er toch over moeten hebben. En ja, dat is het gerucht dat de volgende nieuwe attractie van de Efteling hier wordt gebouwd, ergens rond het spookslot. Wat het gaat worden, dat weten we nog niet. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat het een droptoren wordt. Ja, ik zie dat niet zo heel snel gebeuren. Wel wordt er gezegd dat het zeker weten om een binnenattractie zou gaan en dat het iets unieks is voor Europa. Ook wordt het woord multimedia heel veel genoemd. Dus ja, misschien gaan we wel iets zien met schermen. En ja, dan acht ik de kans toch vrij klein dat het om een droptoren gaat. En ja, dat is eigenlijk alles wat er tot nu toe naar buiten is gekomen. En ja, zelfs daarvan weten we natuurlijk niet 100% zeker of dat ook echt waar is. Maar ja, ik ben vooral benieuwd wat er met het spookslot gaat gebeuren. Het is natuurlijk al echt een hele oude attractie. En ja, populair is die ook niet meer onder de gasten. Onder de fans trouwens nog wel. Dus ja, die zouden echt gaan flippen als ze het spookslot weghalen. Maar ja,
Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat ze het spookslot echt wel laten staan. Alleen al voor de historische waarde. Hoewel aan de andere kant, dat dachten we ook van het huisje van vrouw Holle. En we weten hoe dat is afgelopen. Ze hebben natuurlijk nog naast het spookslot. Ja, eigenlijk tussen spookslot en Max en Moritz in. Nog een heel trein waar ze een nieuwe attractie deur kunnen zetten. Dus ja, ik denk dat het spookslot blijft staan. En ja, als ze iets moeten doen met het spookslot voor die nieuwe attractie. Dan hoop ik dat het spookslot de wachtrij wordt voor die attractie. En dat dan de hoofdshow van het spookslot de voorshow wordt voor de nieuwe attractie. Maar goed, zoals ik al zei, verder weten eigenlijk nog helemaal niks. En het gaat ook nog wel eventjes duren voordat hier iets gaat gebeuren. Maar er wordt gezegd dat de nieuwe attractie in 2023 klaar moet zijn. Zo, ik ben net nog even bij Bekker en Krummel geweest. Ik heb meteen even een Eftelingkoek gehaald. En ja, de Efteling gaat ondertussen alweer bijna dicht. Dus ik ga snel even kijken of we nog een attractie kunnen doen. Ja, die vervroegde sluitingstijd blijft toch wel echt heel erg vervelend hoor. Ik hoop echt dat we daar snel vanaf zijn. Ik weet dat de Efteling er zelf ook niks aan kan doen. Maar ja, als je in het laatste kwartiertje van je dag nergens meer aan mag sluiten, zelfs niet als er geen rij staat, ja, dan is dat toch wel echt een domper op je dag. Er stond hier aan het eind van de dag nergens een wachtrij. Maar ja, ik ben naar de Bron gelopen, kwam niet in. Die Bruya kwam ik zelfs niet in. Maxim Moritz kwam ik niet meer in. Fatima Ghana kwam ik niet meer in. En ja, gelukkig hadden we Akkenoren in het donker nog, zodat we nog iets te doen hadden. Want ja, anders was het wel een heel snel einde van de dag. Maar goed, zoals ik al zei, hopelijk zijn we hier binnen een paar weken weer vanaf. En kan de Efteling gewoon weer zo lang open blijven als ze willen. Maar goed, ondanks het beetje matige einde hebben we natuurlijk weer een hele leuke tijd gehad hier in de Efteling. En ja, het hoogtepunt vandaag was natuurlijk wel de boot van Sinbad zien. Wat ziet die er mooi uit. En ja, ik had natuurlijk nog veel meer dingen willen laten zien. Zo hoorde ik dat bij de Fatima Ghana ook weer dingen waren gerepareerd. Maar goed, dat komt allemaal wel in een volgende video. Nou, en wil je die video niet missen, abonneer je dan even op mijn kanaal. Zodat je meteen op de hoogte bent wanneer die video online komt. Doe ook even een blauw duimpje omhoog. Want het helpt het kanaal echt ontzettend veel. Volg me op Instagram en op Twitter voor nog meer updates uit de pretparken. En laat in de comments even weten wat jij het mooiste vindt aan de wereld van Sinbad. Nou, en vanuit de nog steeds prachtig verlichte Efteling zeg ik weer, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.